Ja, maar vaak na de voorstelling, dan sta ik vaak met mensen te praten. Dan kwam Jood zo bij me staan. En ja, en het is altijd ingewikkeld dat je zelf niet helemaal goed bent. En je moet dan naar gesprekken van grote mensen luisteren. En ja, daar had hij echt moeite mee. Ik trouwens zelf ook. En nou ja, ik heb vaak van die zeikgesprekken, weet je wel. Ik kan het wel even uitleggen. Ik ben vorig jaar februari ben ik 65 geworden. Ja, dat zie je niet, maar dat is gewoon zo. En sinds ik 65 ben, heb ik eigenlijk alleen nog maar zeikgesprekken. Dus dan sta ik ergens en dan komt er iemand van mijn leeftijd komt naar me toe en zegt dan: nou Joep, het zit er bijna op, hè. De geraniums lonken, jongen. Ja, nou. En dan staat die Wout staat erbij, die denkt altijd: ja, maar als hij ermee ophoudt, dan ben ik mijn leuke uitje kwijt. Dus hij zegt altijd: nee, we gaan door. Maar het is inderdaad wel raar, want sinds ik 65 ben. Voorbeeld, ik liep laatst in Bergen, Noord-Holland. En toen kwam daar inmiddels gewoon in het centrum, liep ik een beetje te wandelen. En daar komt er opeens zo'n kakker in het wild, komt er op me af. En die zegt opeens: hé, joepie. Ik zeg: hoi. Ja, ik ken die hele gozer ook niet, hè. Hoe is het? Ik zeg: goed, hoor. Ja, nog steeds met liedjes het land, hè. Ik zeg: ja, hoor. En je houdt het nog steeds vol? Ik zeg: nou ja, ik ga tegenwoordig wel met een trauma heli, maar voor de rest, ja. Ja, knapper. Terwijl het natuurlijk niet meer echt hoeft, hè. Zeg, hoe bedoel je? Nou, jouw schaapjes staan nu toch wel droog genoeg. Zeg, hoe bedoel je? Nou, dat je niet kan lachen van de kwartjes. En dat is natuurlijk wel iets wat een beetje om mij heen hangt. Heel veel mensen die mij kennen, die denken altijd: ja, die Joep van Henk die staat altijd voor volle zalen. En die gozer die verkoopt hem wel eens een boekje. Heel veel mensen denken: nou, die Joep die zal zo langzamerhand wel binnen zijn. En... maar nooit durft iemand daar één op één tegen mij over te beginnen. Daarom is het misschien handig als ik even zeg hoe het zit. Antwoord is ja, dan weet u dat. Ik had Intertoys kunnen redden. Zullen we het daarop houden? Sterker nog, ik had Frenkie de Jong filiaalchef kunnen maken. Oh. Ja.